Hallo, mijn naam is Kevin en in deze review zal ik alles vertellen over de Samsung ES8000 LED-televisie. Het topmodel van de gehele Samsung TV assortiment. In de doos vinden we naast het scherm de voet, een IR blaster. Wanneer deze is aangesloten kan je met de Smart Touch Control externe devices die aangesloten zijn op de TV besturen. Twee setjes batterijen, een standaard afstandsbediening, een netspanningkabel, en twee actieve 3D brillen. Nou, we staan nu voor de ES8000. Dit is het 55-inch model. Dat betekent dat die diagonaal gemeten 140 cm is. Er is ook nog een 40-inch model. Dat is 102 cm diagonaal. Een 46-inch model. Dat is 117 cm diagonaal. En de grootste is 65-inch. En die is dus 165 cm diagonaal gemeten. Nou, de TV heeft een erg strak uiterlijk, dankzij de dunne rand van 5 mm en een glanzend mooi scherm en een U-shaped metallic voet. Het is een Edge-LED-tv, dus heeft hij LED-lampen aan de zijkant zitten en reflectoren aan de achterkant van het scherm die voor een gelijkmatige verdeling van het licht zorgen. Nou, dan heeft hij ook nog een camera met microfoon en een remote control sensor nou dan zien we hier de tv vanaf de achterkant. Het is trouwens een erg dunne tv, want hij is maar 3,1 centimeter dik. Dan zit hier de aan- en uitknop, wat ook een joystick is voor het function menu. Nou dan heb je hier alle aansluitingen. Hij heeft drie usb-ingangen voor bijvoorbeeld een externe harde schijf, een digital audio uit, drie hdmi-ingangen voor bijvoorbeeld de blu-ray speler. Hij heeft hij ook nog een hdmi in dvi. Wat ook nog daaronder zit: een DVI audio in, een SCART-aansluiting, koptelefoon-aansluiting, hij heeft een, een antenne-satelliet- en kabel-aansluiting, een video- uh, en audio-component in en uiteindelijk ook nog een ethernet-aansluiting. Maar die heb je niet per se nodig, want de tv heeft natuurlijk ook een wifi adapter en kan je dus draadloos internet ontvangen. Nou, dit is de Evolution Kit. Ik zal even de sticker ervan afhalen, want het is wel leuk om te vertellen. De TV heeft namelijk nu een dual-core processor. Maar in verloop van tijd kan je hier een quad-core processor opzetten. En dat betekent dat je dus wat, ja, wat zwaardere applicaties kan draaien. Dus je upgrade uh, eigenlijk je TV. Dan heeft hij ook nog een common interface. Uh, dat houdt in dat je hier met een cammodule module en een smartcard digitale televisie kan ontvangen. zonder gebruik te hoeven maken van een digitale decoder. Nou, dan zitten hier vier punten van uh, wandmontage. En dan heeft hij uiteindelijk hier nog de netspanningsaansluiting. We hebben de ES8000 LED-tv nu aangesloten op een Blu-ray-speler via HDMI. En wat ik dan kan vertellen is dat hij Full HD is en een 800 Hz beeldverversing CMR heeft. Zowel in 2D als in 3D heeft hij een mooi beeld dankzij de micro dimming ultimate techniek en dat houdt dus eigenlijk in dat op microniveau het licht aan en uit wordt gezet op de tv en dan krijg je een beter contrast bijvoorbeeld in donkere scènes, zwart is echt zwart en donkergrijs is echt donkergrijs. Je ziet dus veel meer verschil. Nou, zoals ik al vertelde is het een 3D-tv. Door de 3D-converter zet je hem op 3D en kan je met je 3D-bril dus 3D-films bekijken. Uh, de brillen worden aangestuurd uh, met de radiogolven en zijn dus minder storingsgevoelig. De ES8000 heeft Smart Hub. En wat is Smart Hub? Dat is eigenlijk je getaway voor muziek, games, films, tv-programma's. Zowel alle content die te vinden is op het internet. Je kan bijvoorbeeld apps downloaden, films... Ik zal nu laten zien uh, hoe het werkt. Je drukt op de Smart Hub knop op je afstandsbediening. En dan komt hij eigenlijk gelijk in het menu. En eigenlijk kan iedereen bijvoorbeeld in je huis een eigen account hebben. En dan kan je dus aanmelden op jouw persoonlijke Smart Hub account. Nou, we gaan dus nu naar aanmelden. En het leuke is dat deze TV jou kan herkennen op gezichtsherkenning. Dus ik ga nu voor de TV zitten. En zoals je ziet herkent hij mijn uh, gezicht en dan kan ik dus op mijn account. Nou, wat uh, kan je er allemaal doen? Je kan bijvoorbeeld uh, apps downloaden hier bij Samsung Apps. Uh, je kan je uh, video, kan je films downloaden. Nou, Ik ga niet te veel vertellen over Smart Hub. Als je daar meer over te weten wil komen, dan uh, moet je even op onderstaande link klikken. En uh, dan uh, zal, je, zal ik alles uh, haarfijn uitleggen over uh, Smart Hub. Nou, wat uh, ook heel leuk is om te vertellen is dat hij uh, All Share heeft. En Allshare is uh, eigenlijk uh, het platform waar je alle foto's, video's uh, kan bekijken via USB of DLNA. Dus bijvoorbeeld als jij foto's hebt op je laptop, dan kan je deze gelijk naar je tv streamen. De tv heeft vier bedieningsmogelijkheden: namelijk met een standaard remote control, een smart touch control die werkt op radiogolven. En dat is een afstandbediening die ja, wat makkelijker te bedienen is. Je kan de tv bedienen via een tablet. Dan moet je even de juiste app voor Samsung-tv's downloaden. En dan kan je hem dus via bijvoorbeeld een iPad besturen. En je kan de tv besturen dankzij het Smart Interaction Technologie. En dat is echt heel leuk, want dan kan je je tv besturen via spraak en gebaren. Ik zal eerst even laten zien hoe het werkt met spraak. Ik zeg bijvoorbeeld, Hi TV. TV harder. Meer. Smarthub. En zoals je ziet, opent hij nu Smarthub. Nou, zoals ik al zei, kan je dus ook de tv bedienen met handgebaren. Ik vind bijvoorbeeld dat het volume nu veel te hard is, dan ga ik met mijn hand voor de camera van de tv. Dan zie je dat er een pijltje komt. Ik ga naar de volume en ik druk hem omlaag en zo zie je dat het volume van de tv ook omlaag gaat. Nou, dan Wil ik bijvoorbeeld nu naar smart hub, knijp ik weer in mijn hand. Smart hub. Nou, als ik bijvoorbeeld een applicatie wil openen, ik wil bijvoorbeeld zien wat voor, wat voor weer het is. Dan uh, ga ik naar buienradar bijvoorbeeld, knijp ik in mijn handen en zo open ik deze applicatie. En zie ik meteen wat voor weer het is. De tv heeft een mooi glanzend scherm, maar dat kan er wel voor zorgen wanneer er niet recht voor zit dat hij wat reflecteert. Dankzij de 800 Hz beeldverversing CMR en micro-dimming Ultimate-techniek heeft deze tv een snel beeld en een heel mooi contrast, zowel in 2D als in 3D. Daarnaast is die Edge LED, dus energiezuiniger. En de spraak- en handbediening staan misschien nog wat in de kinderschoenen, maar het is zeker wel een leuke feature waar Samsung mee durft te komen. Deze televisie is echt wel het topmodel van Samsung als het gaat om LED-televisie. Ben jij dus op zoek naar een Full HD 3D televisie met een snel beeld en een mooi kleurencontrast, waarmee je op internet kan via Smart Hub en die ook te bedienen is via spraak- en handgebaren, dan is de ES8000 van Samsung de TV voor jou. Wil je de 40, 46, 55 of 65 inch bestellen? Ga dan snel naar tvstore.nl of be. Ik bedank je voor het kijken en tot de volgende review.